Ja, onze commissie is een orgaan, het toetsingsorgaan op de kwaliteitscontrole. En wij kijken naar hoe dat dan uitgevoerd wordt door alle partijen die daarbij betrokken zijn. CKT, maar ook andere commerciële partijen die dat uitvoeren. En door er naar te kijken, met de community te praten, zorgen we dat we de kwaliteit verbeteren. 2020 willen we vooral doen en blijven doen wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Dus met name ook reviews doen, reviews blijven doen. Maar we willen ook naar voren kijken. We willen nieuwe groepen aanboren. De COA, de overheidsaccountants, willen we er nog meer bij betrekken. Trustkantoren en last but not least de kleine pensioenfondsen die nu ook internal audit hoog in het vaandel hebben. Ja, de young professionals zijn de generatie van het internal audit vak. Nou, we lopen tegenaan dat we onze doelgroep nog best wel moeilijk kunnen bereiken. We willen echt graag meer young professionals bereiken. We weten ze nog niet altijd goed te vinden. Dus we gaan volgend jaar ook echt meer inzetten op van waar zitten de young professionals. En kom naar de commissie toe, want we organiseren superleuke dingen. Ja, we stappen een beetje af van onze huidige activiteiten. Heel veel activiteiten waren gericht op het internal audit vak, maar we willen nu meer in gaan zetten op het netwerken, het fun met elkaar, maar natuurlijk uiteraard ook kennis met elkaar delen, maar meer op van hey, kom bij ons, we zijn een gezellig clubje en we maken er wat leuks van en we laten aan iedereen in de wereld zien dat wij zo'n leuk clubje zijn en dat internal audit zo'n leuk vak is. De redactie die staat voor het feit dat we 4 nummers per jaar maken, waarin we proberen opinie en achtergrond te brengen naar de leden van het IEA. En 2020 gaan we weer 4 mooie nummers maken voor de lezers. Een nummer over duurzaamheid, waarin ik mag verklappen dat we al een interview hebben te plannen met Ed Nijpels. En in 2020 willen wij nog meer nadruk gaan leggen op online. Daar zijn we dit jaar al druk mee bezig geweest. We willen de stap maken naar een interactief digitaal platform, waarbij wij veel vaker bijdragers kunnen brengen en waar ook lezers kunnen reageren op die bijdragers en op elkaar. Ja. Mocht u het ontgaan zijn, we hebben al een online omgeving. Check daarvoor www.auditmagazine.nl of download de app. Het CKT staat voor College Kwaliteitstoetsingen en daarin is ook al verwoord dat onze belangrijkste activiteit is om onze leden de kwaliteit van de internal audit afdeling te toetsen en waar mogelijk te ondersteunen voor verdere ontwikkeling. De speerpunten voor 2020 zijn om onze dienstverlening beter te doen aansluiten bij de internal audit afdeling en hun behoeften. Zo gaan we ook zorgen dat er een kortere lijnen zijn met onze collegeleden. En we zullen ook gaan investeren in het ondersteunen van internal audit afdeling bij het voorbereiden. Wij hebben het Ambition Model ontwikkeld om samen met je team een goede self-assessment uit te voeren om te kijken waar je staat, of je voldoet aan de IPPF. En daarnaast is het ook een communicatiemiddel om het gesprek aan te gaan met je raad van bestuur. Onze ambities voor 2020 is om zoveel mogelijk gebruikers te werven om dat ambitiemodel in te vullen en ook hun data te delen voor benchmarking. Niet alleen binnen Nederland, maar wij willen ook internationaal. En er komt binnenkort een practice guide uit in 2020 van IEA Global, waarmee het Ambition Model ook als guidance wordt opgenomen in standaard 1300. Onze commissie is commissie benchmarking en die staat, zoals de naam al zegt, voor het benchmarken van internal audit functies. Afgelopen jaren hebben we dat met name gedaan met een bestaande benchmark en in 2019 hebben we ervoor gekozen om deze benchmark te updaten. Met name omdat we vanuit ons netwerk en vanuit de deelnemers de feedback kregen dat er meer behoefte was aan een benchmark die aansloot op de tijden van nu. We zijn nu in de afrondende fase om onze benchmark af te ronden. Die gaat dus in 2020 live. Het idee is om die samen met het Ambition Model in 1 applicatie aan te bieden, zodat je hem heel makkelijk kan invoelen en ook de rapportages daaruit kan halen. En dat is onze focus voor 2020, de benchmark live krijgen samen met het Ambition Model. En om die dan gezamenlijk met de deelnemers weer in te vullen en met roundtables onder de aandacht te brengen en te discussiëren. Wij behartigen de belangen op vaktechniek niveau voor het bestuur van IEA Nederland en al haar 3.500 leden. Dat doen wij via projectmatig onderzoek en via allerlei activiteiten in ons netwerk. Kort geleden hebben we een bijzonder interessant onderzoek afgerond naar cultuur en gedrag
op de agenda's van al het committees. Voor 2020 hebben we onderzoeken staan naar personality van interne auditors, blockchain en non-auditors inzet op auditafdelingen. Heb je interesse in een van deze onderwerpen? Neem graag contact met ons op. De IEA PAS-commissie staat voor om de IEA PAS-doelgroep te vertegenwoordigen. Binnen het IEA, al niet buiten het IEA. En de IEA PAS-commissie staat eigenlijk voor internal auditdiensten tot en met 5 FTE. Die de kwaliteitstoetsing al hebben ondergaan, al niet de kwaliteitstoetsing nog moeten ondergaan. In 2020 willen we weer voortborduren op wat we de voorgaande jaren hebben gedaan qua missie voor de doelgroep, voor de PAS-doelgroep. Maar daarbij willen we ook verder insteken op de actieve en de passieve IEA-leden te benaderen om te kijken van wat ze nu daadwerkelijk willen, waar hun behoefte ligt en om daar concrete invulling aan te geven. Heb je ideeën of vragen, etc., neem dan contact met ons op.